Shana. Ja, ik had um, een paar weken geleden aan het einde van dat traject moesten de deelnemers, die gaan dan um, voor hun managers gaan ze natuurlijk vertellen welke resultaten het ja. traject heeft voor de opgeleverd. Ja. Ja. ja, zodat ze kunnen zien, nou, wat heeft zo'n heel traject? Hè? Dat hebben ze geïnvesteerd? Wat heeft Tijd, het hij nou opgeleverd? Geld, ja. ja, en uh, ja, je herkent dat misschien wel, maar ze waren zo zenuwachtig. Oh, ja. ja. Deelnemers voor de groep. Ja. Ja, het zweet, weet je klotsende oksels, wapens. Ja, dat hele stemmen. management wat opkomt dagen ja. en nog allemaal in van die ouderwetse ja. pakken meestal. ja, goed, zenuwachtig. Oh. En ik herkende mezelf er ook mm. wel in. Want mm. ik, ik, ja, ik weet, niet, volgens mij heb jij dat ook, hè? Altijd ja. als we voor de groep gaan staan. Ja. Of nou een training is die ik al heel vaak heb gegeven bij een bekende klant of helemaal nieuw. Ja. Toch altijd weer. Ja. Je wil je ook wel zenuwachtig zijn, maar oh man, zenuwachtig. Ja. ja, hoe uitziet dat bij jou het meest? Ik denk dat ik het wel weet. Waar voel jij de zenuwen? Uh, ja, de, de, de buikstreek het meest. Ja. Oh, ja. 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 Ik voel hem echt op mijn stem. Mijn stem gaat knijpen en ik ga harder praten. Nog harder dan ik normaal op. <laughs> Nog harder, <laughs> ja. en, en een beetje klotsende oksels. Ja. Ja. Ja, en die zenuwen, ja. waar we dus allemaal last van hebben. Ja. Deelnemers en trainers. Ja. Um, ja, ik zeg heel vaak tegen deelnemers. Joh, uh, ja, komt wel goed hè. Kalmeer een beetje. Dat gaan ze zelf ja. ook tegen elkaar zeggen. Maar dat klopt niet, hè? Nee. Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Wat lekker dat je weer luistert. Een kakelverse aflevering van No More Boring Learning He, podcast. Lekker, Jan-Peter. Ja, het klopt dus niet. Nee. 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 We moeten het erover hebben. Ja, we gaan het hebben, lieve mensen, over zenuwen. Ja. We gaan het hebben over zenuwen, want er zijn best wel veel studies naar gedaan. En ik kreeg de laatste tijd, een aantal keer kreeg ik, als ik het over zenuwen had, kreeg ik van iemand de tip. Nou, doe gewoon of je excited bent. En toen dacht ik, nou, dat heeft helemaal niks te maken met, uh, met acceptatie van je zenuwen. Nee. Je, dus, wat een slecht advies. Welke, welke debiel <laughs> heeft dit nou weer bedacht? Uh, maar ja, toch triggert mij dat. En ja. ik ben daarin gedoken. En uh, ik heb een studie gevonden en die willen we met jullie bespreken. En die laat echt... Wonderbaarlijk gave resultaten zien. Uh, rondom zenuwen. Ja. Ja. Het is van uh, Allison Wood Brooks van de Harvard Business School. En ze heeft echt ja, de meest grappige dingen onderzocht en heel leuk gedaan. Cool, dus we gaan het hebben over de zenuwen, zodat ja. jij als luisteraar, voor jezelf, als jij zelf dus. Vaak zenuwachtig bent. Ja. En als trainer ben je dat hopelijk vaak. Ja. Of voor je deelnemers die natuurlijk ook zenuwachtig zijn voor prestaties ja. om te leveren, dat je voortaan niet meer het slechte advies geeft. Nee. Maar precies. het goede advies. Juist. Luister lekker mee. Ja. We gaan naar, uh, naar uh, Alison Woodbrook. Ze begint haar paper ook uit 2013 over met Keep Calm and Carry On. <laughs> uh, het ultra-Britse ja. natuurlijk uh, uh, advies, uh, wat uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ik weet niet of mensen dat allemaal weten, maar dat hing overal in Londen. Keep Calm and Carry On. Um, uh, Zo Brits. Ja, ja, super Brits. Ja. En um, dat, dat advies wordt overal gegeven. En uh, ze heeft als eerste even wat research gedaan naar hoe vaak geven wij nou het advies om kalm te blijven op het moment dat het over zenuwen gaat. Maar daarvoor doet ze nog iets anders. En dat is een, denk ik een hele belangrijke om even mee te nemen in deze podcast. Dat is, er zijn twee soorten zenuwen. Er is zenuwen voordat je gaat performen. Hm. En er is zenuwen tijdens performen. Ah, ja. En wat zij zegt is: op het moment dat de zenuwen tijdens het performen blijven, gaat dat ten koste van je performance. Dus, ja. dus maar dat is vanaf het moment ik stap het podium op, zeg maar, om, ja. om een training of een lezing of iets te gaan geven, dan horen ze. Te zakken en als ze niet zakken, dan weet je, I'm bloody winging it. Ja. En, dan, en dan weet je ook, draag me maar naar mijn graf nu, want dit komt <laughs> nooit nice meer stuff. goed. Ja. 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 En de meesten van ons gelukkig weten dat als je als je het eenmaal gaat doen en je bent voorbereid, dan zakken vaak de zenuwen. Ja. Uh, en dan gaat je performance goed. Deze research gaat over de pre-fase. Dus voordat je het podium opstapt, wat kun je daarin doen als je daar zenuwachtig bent? Dus de zenuwen, die zijn ook vaak wat nog wat beter voelbaar, vlak ja. voordat je gaat pervormen. Ja. Uh, dus het gaat over die fase, die zenuwen, niet de zenuwen tijdens. Dus dat is even belangrijk als een soort onderscheid. Ja. Dus de luisteraars kunnen nu een soort inbeelden, wat wij net ook deden. Ja. Als je moet performen, waar voel je dit? Voel die zenuwen maar uh, even ja. weer opkomen. Ah, oh, die andere mensen. Dat zit wel lekker in deze podcast. <laughs> ja. Um, en uh, wat ze gedaan had als eerste was dus even kijken welk advies geven wij mensen nou als wij bij hen in de buurt zijn en uh, er zijn zenuwen. En ze heeft het op een best wel leuke manier uh, getoetst. Ze, heeft een, ze had een situatie genomen waarin uh, deelnemers ofwel te horen kregen over zichzelf iets. ofwel over een collega. En ze ging kijken welk advies geef ik mezelf en welk advies geef ik mijn collega. Mm -hmm. En de situatie was: imagine that. Uh, jij werkt voor een organisatie met 500 mensen. En morgen. Krijg je vandaag te horen. Morgen moet jij even een keynote geven over een oh. topic waar je wel bekend mee bent. Voor de hele organisatie, inclusief de executive board en de CEO. Iedereen gaat er zijn. 500 man, morgen moet je hem geven. Um, en er werd ook bijgezet in het onderzoek. Uh, jij, als het over jou ging, of jouw collega voelt zich extremely anxious. Hè? Ja. Dus echt dikke vette angst. En toen vervolgens kregen ze twee vragen. Vraag 1 is, wat voor advies zou je jezelf of je collega geven? En de tweede was, welke van deze, dat was een multiple choice, welke van deze adviezen vind jij het beste? Nou, daar bleek uit dat uh, een kleine 85% van de mensen gaf de collega of zichzelf het advies, blijf kalm. <laughs> Keep calm. Carry on. Gewoon kalm doen, rustig yeah. gaan, blijf kalm. Um, vervolgens kregen ze dan die multiple choice. En daar zei dat ze konden kiezen uit try to relax and calm down. Ja. De tweede was probeer te cancelen. <laughs> of vind iemand anders die hem van je overneemt. Hè. Dus, dus de escape. Ja. En de laatste was try to be excited instead of anxious. Okay. Um, toen ze mochten kiezen tussen deze drie nee. koos 91% procent keep calm. He, dus we gaan niet cheaten, nog we gaan dus. niet excited ja. doen. Maar nog meer mensen zeiden dat. Dus daarmee had zij vastgesteld uit deze studie... Wat wij dus doen als mens is als iemand zegt: Ik ben zenuwachtig. of als we zenuwen zien bij iemand. dan gaan wij zeggen: Doe het tegenovergestelde. Ja. Uh, word kalm. Wees nou toch gewoon kalm. Nou ja, ja. En, en ook, uh, ik denk, ga diep ademhalen. Ja. ga even naar het toilet. Drink een glaasje. Ik denk dat we best wel vaak. Ik weet niet welke jaren al gehoord hebt. want we doen nu een beetje cynisch erover. maar ik denk dat het best wel goed bedoelde. Ja, enorm Ontspan goed even. Bedoeld. loop even ja. buiten. haal wat frisse lucht. Het zijn natuurlijk allemaal dingen die gaan over. Manage je zenuwen, duw ze naar beneden en wees kalm. Ja, ik krijg bijvoorbeeld als je echt voor een grote groep moet, ja. uh, letterlijk ook op het podium, dan krijg ja. ik vaak uh, te horen: nou, loop inderdaad maar eventjes rond, bijvoorbeeld ja. buiten. Ja. Maar even zorg dat je, dat je via de beweging je zenuwen wat onder ja. uh, bedwang probeert te krijgen. Precies, heel goed. Ja, ja. En, dat, en, dat, uh, en dat is natuurlijk. Zwaar goed bedoeld, want kennelijk doen we dat allemaal. En ja. zijn we het er ook over eens dat dat het beste advies is uh, als mensheid? Um, maar dat blijkt dus niet zo. Te zijn. Nee. Um, want er is iets slimmers. Nou, zij heeft dus een onderzoek gedaan. En daarvoor ga ik nu even zingen. Ik ben daar een klein beetje oh. zenuwachtig voor. Um, maar het onderzoek ging over um, karaoke zingen. Uh, ze had een hele leuke setting bedacht. waarin, um, uh, waarin mensen uh, van tevoren een zinnetje moesten zeggen. En daarna kregen ze gewoon een Kara ook een nummer en moesten ze dat zingen. En dat was Don't Stop Believing. Geweldig, gewoon oh, lekker. Ik kan alleen niet zingen, waarvoor excuses liever luisteraars. Maar Just a Small Town Girl Living in a Lonely World. Dat zinnetje, dat eh, moest gezongen kom, worden. En dan, dan stop je nu al. Ja, het gaat daarna. Daarna wordt het heel hetero, want dan komt er een man bij. Dus city boy. Dus ja, ik stop gelijk. Nee, stop. Um, maar zij kregen dus uh, als opdracht om dat te zingen. En ze kregen een extra beloning op het moment dat zij meer woordjes goed hadden. Uh, dus zij moesten dat gaan doen. Um, wat zij van tevoren moesten zeggen was een zinnetje met een emotie erin. Dus uh -huh. ik voel me angstig, ik voel me blij, ik voel me, ze moesten van alles doen. Mm -hmm. En wat bleek was dat er een keiharde correlatie was... dat als zij uitspraken, I feel excited... Mm -hmm. dus als zij hun zenuwachtige gevoelens in hun buik, in hun keel, in hun stem... reappraised, herwaardeerden en zeiden over, tegen zichzelf... dit is excitement, en ze moesten dat hardop zeggen... dat hun woordaccuratie, dus hun performance met de woorden... want het is nogal een bekend ja. nummer, zeker in Noord-Amerika... Dat dat echt door, de, door het dak ging, vergeleken met zinnetjes als ik ben zenuwachtig of ik ben kalm, of oh. andere goede zinnen, en soms ook slechte zinnen. Ja. Um, uh, I'm excited, dat doet dus echt iets met je. Ze gingen dus beter presteren ja. als zij zelf uitspraken ja. I'm excited, in plaats van ja. I'm nervous of I'm calm of wat dan ja. ook ja dus ook kalmte zat ertussen ja. maar ook uh, angst uh, ja. uh, uh, het bevestigen van de emotie die ze voelde want uiteraard voelden ze zich allemaal angstig ja. want ze hadden een setting met dat er heel veel mensen zaten en dat je omste beurt moest en je wist niet wanneer je moest oh. en ze kregen allemaal een verschillend zinnetje of uh, een aantal keer natuurlijk dezelfde maar, um, en je zag de performance omhoog gaan oh shocking hè en was dat dan nou ook dat een uh, nieuwsgierig Hoefden ze alleen maar die woorden uit te spreken, of deden ze als ze bijvoorbeeld moesten zeggen: I'm uh, excited. Ging ze ook nog een soort dansen erbij? Nee, en, en nee, het was gewoon het zeggen van alleen de maar ja, en dat was dus genoeg. Ja. voor een betere performance, voor een betere um, reactie binnen de pre-performance, waardoor de performance beter werd. Kijk, ja. Um, een andere die ze deed was met wiskunde. Nou, mm -hmm. ik weet niet hoeveel luisteraars er luisteren die uh, horrorgevoelens kunnen oproepen als ze even terugdenken aan wiskunde. In ieder geval één spreker van <laughs> deze podcast. Oh, ja. Okay. ja. <laughs> um, en uh, die hadden altijd een hekel aan wiskunde en dat soort dingen. En die kregen uh, een hartmeter uh, om, om tijdens dat ze sommen aan het maken waren. En um, wat er gebeurde was dat ze uh, van tevoren moesten aangeven hoe voel ik mij. En dat ze vervolgens daar iets overheen moesten zetten. En een van de dingen die ze eroverheen moesten zetten was natuurlijk: I'm excited. Ja. Deze gevoelens die in mijn lijf zitten, dat komt doordat ik echt opgewonden ben. Ja, opgewonden is niet echt een goede vertaling. Ja, zeker in deze. Excited? excited? Enthousiast? 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 Zin in? Ja. ja, enthousiast. Ja, want, want eigenlijk is het. Meer dan enthousiast, want het is opgewonden. Maar opgewonden associëren wij natuurlijk ook met seksuele opgewondenheid. Ja. Dus daarom ja. is die wat minder handig te gebruiken. Dus ik denk dat ik een beetje excited blijf gebruiken. Want ja. die begrijpen we denk ik allemaal wel. Ja. Sorry uh, Nederlandse taalgoeroes. Ja. <laughs> <laughs> het spijt me dat ik dit doe. Um, vervolgens, dus die mensen kregen een hartmeter om. En die moesten van tevoren ofwel deden ze niks. Hè, ze voelden zich gewoon zenuwachtig. Ofwel uh, ze kregen te horen try to relax. Of ze kregen te horen. Try to tell yourself that you are excited. En uh, vervolgens um, zag je dat de mensen die uh, probeerden om kalm te blijven. dat hun hartslag aan het begin van de sommen laag was. Dus dat het hen lukte om een soort. oké, okay, nu moet ik kalm zijn. Hè? De, de, ze kregen hun hartslag omlaag. Maar hij ging steeds hoger naarmate ze meer sommen maakten. en het moeilijk bleek. Dus uh, dat was een op, opvallende. Um, bij de mensen die het zichzelf vertelden: I am excited. Mm -hmm ging de hartslag eerst gewoon knalhard omhoog. Dus, hè, dus die zaten vo ja. vlak voor de sommen ja. en zeiden... I'm excited, What? I'm excited. En die reframeden dus uh, hun verhaal over wat zij voelden. En vervolgens uh, uh, ging tijdens het maken van ja. de sommen de hartslag steeds verder naar beneden. Ah, de kalmte kwam. De kalmte kwam. Ja. En dan had je nog de neutralen. En die volgden eigenlijk hetzelfde patroon... als de uh, mensen die zichzelf vertelden... Um, uh, I try to relax. Ja. Uh, alleen um, nog veel erger, want die begonnen natuurlijk niet kalm. Nee. Hè? Dus die deden niks in het begin, dus hun hartslag ging niet naar beneden, dus die begonnen hoog en die werd ook steeds hoger naarmate de sommen verder liepen. Nou, dat is alleen wow. al super interessant. Ja. Maar als je dan ook nog kijkt naar hoe goed maakten ze de sommen, mm -hmm. dan zie je dus dat de performance van de mensen die zichzelf hadden verteld 'I am excited' beter was. Maar dit is echt fascinerend. Ja, ja. daarom moeten we het ook delen. Hier ja. zouden we een podcast over moeten nou, maken. Oh, van even. drie. Ja. Dus, dus alleen al het labelen van je... Eten, het herlabelen, ja. ik moet het goed zeggen. Het herlabelen van je gevoel van uh, anxiety naar excitement. Ja. ja, zo zeg ik hem goed. Zorgt ervoor dat je hartslag in het begin omhoog gaat, daarna naar beneden. Wat er denk ik mede voor zorgt, doordat je kalm bent, dat je beter performt. Dat, dat heeft dat? zijn niet ja. zo... Zo mag je het niet zeggen, maar dat, dat is wel de, de, de hypothese die daaronder ja. ligt. Ja. Dus het, het niet anti... Dus niet in een soort anti-stand. Ja. Ik voel deze dingen en die wil ik niet voelen. Ik wil ze weg hebben. Ik wil ze wegademen. Ja, ik wil ze wegmindvoelen. Ja. Ik wil ze wegrennen. Ja. Ik wil ze weg... Ik weet niet hoe, wat we allemaal ja. doen om ze weg te halen. Maar ze moeten er niet zijn. Ik ga kan proberen te zijn. Dus ik ga het tegenovergestelde proberen te zijn van wat mijn lichaam mij vertelt. Dat... Werkt dus negatief op je performance. Ja. Terwijl als je dan zegt wat leuk dat mijn lichaam zo excited is! Terwijl je echt denkt. Ik voel je, de, hallo, is het <laughs> nee. gewoon niet waar. Nee. Maar als je wel doet alsof dat waar is. Dus je vertelt jezelf, je vertelt jezelf je een ander verhaal. Wat leuk, mijn lichaam is helemaal ready uh, om een geweldige performance te doen. Want ik ben echt heel enthousiast of opgewonden of excited, dan uh, perform je beter. Ik vind dit prachtig. Ja ik vind het vooral zo prachtig. Het is, uh, ik vind het prachtig omdat uh, je kunt het overal op toepassen. Ja. Uh, wij als LNDers met het hele leven. Maar ik vind ja. het ook zo prachtig. Het is zo'n mooi bewijs ja. hoe hoe krachtig het is uh, welk verhaal je zelf vertelt ja. over wat er gebeurt in het leven of met jezelf. Ja. Dat je daarmee de energie die je hebt of de energie die je niet hebt, dat je die echt kan sturen. Ja, ja. Het is weer zo'n voorbeeld van hoe fascinerend ons brein is. Ja. Uh, en hoe ons brein, dus ook alle verhalen die we erin stoppen, best wel gelooft. Ja. En hoe we dus iets waarbij onze cortisol veel te hoog is, want dat is uh, die anxiety. Ja. En ons testosteron-performance-hormoon uh, te laag is. Hoe je die dus omdraait eigenlijk met het verhaal wat je jezelf vertelt. Deze gevoelens zijn excitement. En, het, en wat dus belangrijk is voor iedereen die luistert, het uitspreken ervan. Uh, is dus een belangrijk element ervan. Ja. Uh, want dat maakt het kennelijk voor ons brein, dit is een hypothese hoor, reëler dan dat je het intern in jezelf zegt. Ja. Ik weet, ik zit even te denken aan, dit wordt even een sidestepje. Ja. Uh, omdat je het had over cortisol. Hè? Cortisol is natuurlijk het uh, hormoon dat stress ja. uh, veroorzaakt. Ja. Of het hormoon dat hoog is als er stress is. Ja. 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 Zou je dan... De, hè, want uh, anxious, anxiety is een, is een vorm van stress. Ja. Um, zou je dan dus ook stress weg kunnen nemen door alleen maar door het anders te labelen? Um, dat is niet onderzocht denk nee, ik. Hè. Dus het is echt een even nee. een sidestep. Maar. Ja. Ik ik weet dat niet. Ik denk dat dit kortdurende stress is voor een ja. heel duidelijk aanwijzbare oorzaak. Ja. En ik denk dat er natuurlijk ook weet ook dat er stress is die maar doorgaat ja. en nooit meer stopt. Um, dus ik weet niet of daar research nee. naar gedaan is. Ik, ik, mijn, mijn brein heeft als reactie, in eerste instantie hierop, natuurlijk op dit onderzoek, had het uh, van Wauw, wat geweldig. Maar voordat ik het onderzoek las, dacht ik. Een beetje gaan doen alsof je excited ja. bent terwijl je zenuwachtig bent, joh, liegbeestje, ja. jij vieze, vuile. Wat zit je nou een beetje in mij te laten jokken over mezelf? Dus dat is ook gelijk het gevoel wat opkomt als je het vraagt over stress, stress ja. okay, met jezelf een beetje fabeltjes vertellen. De fabeltjeskrant, ja. um, dus dat, dat, dat voelt dan niet goed, maar, maar wie weet, wie weet, kan het daar dus ook mee. Ja. In ieder geval bij pre-performance, ja. uh, daar werkt het leuk. Ja, dus als wij voortaan als ik de tijd terug kon spoelen, ja. maar ik ga vast <laughs> nog meer deelnemers ja. hebben die uh, die voor de groep moeten staan. Het laatste dat ik tegen ze ga zeggen zeg is: blijf Lijf kalm, ja. word kalm, probeer te relaxen, doe ontspannen, adem in, adem uit. Nee. <laughs> Ja, en als wij elkaar aan de telefoon hebben vlak voor iets spannends, moeten we dus ook zeggen, op een schaal ja. van 1 tot 10, ja. hoe opgewonden ben je? Oeh, 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 so... oeh Ik voel de pointers Sisters <laughs> aankomen. sorry. Oh, op... sorry, ik kon niet zingen. Ik stop het. Ja. Maar de Pointer Sisters uh, is er dan denk ik goed om te draaien. Ja. Ik draaide altijd let it go, laat de zenuwen los. Oh ja. Dat deed ik ja. dan, maar het is beter om te je zeggen Je moet vervangen excited. worden. Ja. ja. Lekker. Nou, ik zou zeggen, doe dan je voordeel ja, bij we hadden mensen. Ja, goed onderzoek. Ja. Ja. Dank aan, uh, hoe heet ze ook alweer? Ellison. Ellison Wood. Ja, ja, wat fijn. En uh, dank aan jou. Ja. Want uh, dankzij jou weten alle L&D'ers van Nederland en Vlaanderen dit weer. Ja. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke podcast? Laat vooral ergens vijf sterren achter. En uh, je kunt altijd reageren ja. via de speakpipe. Zie je het linkje bij de omschrijving. Vinden we leuk. Dan gaan wij ook weer op uh, reageren. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Doeg, doeg. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery-podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.